Vanavond houden vrienden van Manuel een stille tocht om hem te herdenken. Ja, want wat was Manuel voor persoon? Heel joviaal, heel vriendelijk, belangstellend. Zijn werk was zijn leven. Van moeders kant komt hij uit een dakdekkersfamilie. En hij is zelf ook dat vak ingegaan, begon op een gegeven moment voor zichzelf. En heeft dat uitgebouwd tot een BV met 6 medewerkers. Hij ging fluitend de dak op, voelde zich helemaal thuis. Dus hij leefde voor zijn werk. Ja, voor zijn werk. Ook een familieman? Ook een familieman, had een gezin, 3 kinderen. Dat was hem komen op nummer 1. Kerstmis was een van de hoogtepunten. Dat vond hij heerlijk om dat met de familie en het gezin te vieren. Hoe gaat het nu met zijn familie? Die zijn er heel slecht aan toe. Het is ook een heftige gebeurtenis. Ja. Heeft u veel contact met hen ook afgelopen dag? Ik ben nog maar net erbij, maar verdrietige mensen. En wat vinden zij van wat hier vanavond plaatsvindt? Dat ervaren ze als steun. Ze putten hier kracht uit. Het is een initiatief van vrienden. En ze lopen wel mee vanavond. En, ja, ze vinden hier, putten hier steun uit. En hadden zij verwacht dat er zoveel mensen op af zouden komen? Want het is heel druk achter u. Ja, dat is niet te voorspellen. Geen pijl op te trekken. Maar het staat wel druk, ja. En waar gaat de tocht straks allemaal, waar leidt u ons? Die leidt langs plekken die wel belangrijk waren voor Manuel. Zoals hier ontmoet hij zijn vrienden, was hij een beetje aan het chillen. Langs zijn favoriete Restoria heet dat, geloof ik. Waar hij dan zijn patat met frikandel speciaal at. Zo langs plekjes die wat betekenen in zijn leven. Ja, dat is wel een beetje.
maar sneller lopen. Kom. Thank you.